Goedemorgen, middag of avond, afhankelijk van wanneer je kijkt. Mijn naam is Mark Groene. Ik ben recentelijk stadschrijver van Eindhoven geworden. Je kent me misschien al daarvan, en anders heb je wellicht mijn roman Edine gelezen. Als je het niet hebt gedaan, zeker doen. Maar dat is niet waarom we vandaag hier zijn. Ik heb vandaag deze video gemaakt om mijn nieuwe novelle Wendigo aan jullie te introduceren. Ik wil het vandaag over een paar dingen hebben in deze video, namelijk de volgende zaken: Hoe is deze novelle tot stand gekomen? Wat is überhaupt Wendigo? Nou, ik heb net al gezegd dat ik stadschrijver in Eindhoven ben benoemd een maand geleden. En toevallig, eigenlijk echt toevallig, speelt mijn novelle zich af in Eindhoven. Ik wil jullie eigenlijk een stukje meenemen in het Eindhoven wat ik in mijn verhaal presenteer. En hoe Eindhoven een rol speelt in het verhaal. Dan wil ik een stukje voordragen uit Wendigo. En tot slot natuurlijk heel erg belangrijk, want dan zijn jullie helemaal klaargestoomd om dit verhaal te lezen. Dan willen jullie natuurlijk niet, niets liever weten dan hoe kom ik. Aan deze novellen. Het antwoord is, het staat onderin de link in de beschrijving. Je weet hoe het werkt, eh, toch? Eigenlijk, YouTube. Oké, okay, te beginnen met. Hoe kwam Wendigo tot stand? Waar komt dit verhaal vandaan? Dat is op zich een interessante uh, ontstaansgeschiedenis. Soms wil je gewoon een verhaal schrijven omdat het uh, eruit moet. En in dit geval, bij Wendigo, gaat het om een wedstrijd waar ik voor wilde gaan schrijven. En die wedstrijd werd uitgeschreven door Godijn Publishing. En die wedstrijd heette Zwarte Sneeuw. En het was een thrillerwedstrijd. En ik voelde daar wel iets voor. Het was een wedstrijd van 25.000 woorden. Dat is een behoorlijk stuk wedstrijd. Een gemiddelde wedstrijd is al snel 3.000 woorden. Het is soms 5.000. Maar dan heb je vaak wel een beetje het maximum behaald. Dus 25.000 woorden is echt heel erg veel. En ik had de vraag hierbij. Wat is nou een thriller? Want ik lees best wel veel. Maar ik lees eigenlijk nooit thrillers. Dus... Ik heb het opgezocht op Wikipedia en ik heb dingen bezocht. Ik denk alleen maar aan Dan Brown-achtige zaken. Maar thriller is vast wel breder dan dat. Je kan ook denken aan Hannibal Lecter zo Niet echt mijn genre om te lezen en ook niet mijn genre om te schrijven. Ik vind de films wel tof trouwens. Maar ik stelde dus de vraag aan de jury op Facebook. Wellicht een hele stomme vraag, maar ik stel hem liever dan dat ik iets schrijf dat helemaal niet geschikt is voor de wedstrijd. Wat is de door jullie gehanteerde definitie van een thriller? Of? Wat ik eigenlijk wil weten, is het gebruik van bovennatuurlijke elementen toegestaan voor de wedstrijd. En dan hoort het een software supernatural thriller, thriller, of richt deze wedstrijd zich nou meer op het realistische? Waarop degene die de pagina beheerde zei: het thema wordt breed ingezet, dus yes. Bovennatuurlijke elementen zijn toegestaan. Dus het mag breed. En wat ze waarschijnlijk bedoelden was dit. En ik heb dit gedaan. Ik, ik, ging, ik ging ervoor. Ik ging heel breed. Gewoon eh, pas op, zwengt uit, breed Voor straten, niet met je oud langsrijden. Dode hoek, levensgevaarlijk. Enfin, ik schreef het verhaal. Ik had er veel plezier in. Ik was ook erg enthousiast erover. Toch nooit helemaal zeker of ik precies deed wat de bedoeling was, maar ik zat lekker in die flow. Ik was lekker aan het schrijven. Ik stuur hem in na wat redactie. Ik stuur dus dat verhaal op. Nog steeds niet helemaal zeker wat er gaat gebeuren, maar ik wacht rustig af tot bekend gaat worden wie er gewonnen heeft. En de manier waarop ze dat deden, was elke dag een nieuwe. Persoon bekendmaken vanaf nummer 10 naar nummer 1. En de vier laatste getallen zouden in het boek terechtkomen dat uiteindelijk het zwarte sneeuwboek zou worden. Nou, ik zat niet bij nummer 10, niet bij nummer 9, niet bij nummer 8. En zo gingen de dagen voorbij waarbij ik niets hoorde. En eerlijk zeerlijk. ik was ook niet zo heel erg verbaasd. Want, want ja, weet je, ik heb gewoon ontzettend breed gewerkt. Maar op de dag van de laatste bekendmaking ging mijn telefoon. En ik nam op. En Ellie Godijn van Gordijn Publishing belde mij, ook de uitgever van Edine. We hadden dus al contact met elkaar. Die belde mij en die zei: Ja, jouw verhaal is het niet geworden. En ik zei: Oké, okay, want het was zeker geen thriller. Waarop zij zei: Het was inderdaad geen thriller. De meerderheid van de jury vond dat het dermate boven natuurlijk was dat het niet meer paste bij het genre. En nou jammer, weet je, het was een risico waar ik me bewust van was. En dat is dan ook geen probleem. Toch jammer van die 25.000 woorden en die vele uren werk die erin zitten. Maar ik had natuurlijk Ellie aan de telefoon. En, en ze had me vast ook wel gewoon een mailtje kunnen sturen met uh, leuk verhaal: we willen het niet. Maar toen kwam de volgende vraag: Hè, zouden we het uh, gewoon als standalone kunnen uitbrengen? En daar heb ik natuurlijk wel oor naar. Want ik denk: hey, hé, standalone uitbrengen van, van mijn verhaal, super gaaf. En dan hebben we die hele discussie of het een thriller is of niet, die hoeven we dan niet te hebben. En hier is hij. Wendigo, het boek. 150 pagina's, een novelle, met daarin het verhaal dat ik heb geschreven voor deze trillerwedstrijd. En wat ik heb proberen te doen, is ik heb twee dingen samen proberen te voegen. Ik heb Eindhoven en de Wendigo proberen samen te brengen in mijn verhaal. En de Wendigo is op zich niet een, een eigen uitvinding. De Wendigo heb je wellicht al van gehoord. Het is niet helemaal uh, van mij. Dat hoeft ook helemaal niet, want het is een soort van folklore, een legende. En die wilde ik naar Eindhoven brengen voor mijn verhaal. Maar voor wie niet bekend is met de Wendigo, wat, wat is nou een Wendigo? De Wendigo is een bovennatuurlijk wezen dat oorspronkelijk bedacht is uh, in de mythes van de algonquin indianen in het noorden van Amerika. Denk daarbij aan gebieden als uh, Quebec voor Canada en dat waait wat verder uit richting uh, het midden van het continent, maar vooral een beetje in het hoge noorden. En de Wendigo is een voor onze begrippen zou je kunnen zeggen redelijk vergelijkbaar met het idee van een wereld van getransformeerd mens. En waarom heb ik nou die Wendigo gecombineerd met eh, dat verhaal het zwarte sneeuw? Waarom vond ik dat een logische match? Het zwarte sneeuw ging toch over winter en kou en, en de Wendigo in die Algonkin mythes staat ook een beetje voor die komst van de winter en voor de angst voor honger. Het is een cannibalistisch wezen dat erop uit is om mensenvlees te consumeren. En is waarschijnlijk zelf ook ooit een mens geweest dat die grote zonde van dat cannibalisme heeft begaan. En zo komt dan die wendigo mythe in dat noorden van Amerika terecht. En natuurlijk geleidelijk aan met, met kolonialisme en uh, verder ook internationale betrekkingen is het een, een bekend fenomeen geworden. De Wendigo, je, je vindt hem in populaire media. World of Warcraft kun je er tegen vechten. Maar het is ook in de televisie zeer supernatural gebeurd. De videogame Until Dawn heeft een Wendigo. Er is ook een film, Ravenous, die ook in mijn verhaal wordt genoemd, uh, waar de Wendigo-mythe een rol speelt. En het is een soort mager wezen dat uit is op mensenvlees met vlijmscherpe tanden en, en eigenlijk vaak ook niet echt lip. Zou je nou googlen naar een Wendigo? Dan kom je ook wel eens deze beelden tegen. De, de soort van mens hert hybride Dat is eigenlijk een toevoeging die later is gekomen in de 20ste eeuw, door middel van film. En dit is ook een beetje blijven plakken als het beeld van de Wendigo. Ook als je de, de serie Hannibal bekijkt, zie je ook dat gewei constant terugkomen in het eerste seizoen. Erg de moeite waard trouwens. Dus dat, dat komt wel meer voor. Maar dit is waarschijnlijk meer hoe het er oorspronkelijk echt moet hebben uitgezien. In veel van deze mythes is de Wendigo niet noodzakelijk een heel intelligent wezen, meer een soort van natuurkracht. Iets dat brult en schreeuwt en uh, ja, waar je echt voor moet oppassen. Ik heb in mijn verhaal wel gekozen voor een iets Intelligentere benadering van het wezen. Ik heb er wel echt een personage van willen maken. Maar hoe brengen we nou die mythe naar Eindhoven Rock City? Eindhoven heeft voor mij natuurlijk, uh, de stad ken ik, hè? Ik, ik. Ik geef Edine in het idee van ik speel zich op een cruiseschip. Dan kan ik alles verzinnen. Maar voor dit verhaal wil ik gewoon dicht bij huis blijven. Uh, erg dicht bij huis. Gewoon thuis zou je kunnen zeggen. En in Eindhoven is. Van alles gaande, uh, toffe stad, ik woon er graag. Maar Eindhoven had zeker ook op het moment van schrijven de nodige problemen met drugscriminaliteit. Dat is sowieso een groter Brabants probleem. En ja, misschien is die Wendigo, dacht ik, niet noodzakelijk trillermateriaal. Maar hey, drugscriminaliteit en, en dat soort zaken, dat is wel heel erg triller, dacht ik. Ik heb nog steeds geen triller gelezen, ik weet niet wat een triller is. Ik ben niet zo genre-savvy. Als je mij de discussie wil aangaan dat het een ander genre is, hey, uh, jij wint. Ik vind het allemaal goed. Maar drugs, je tijd, zeker een genre En we pakken die Wendy gewoon erbij. En we gaan dat lekker combineren. En zo komen we dan het Eindhoven binnen. En waar gaat het verhaal over? In ons verhaal komen we de twee studenten Boris en Pjotr tegen. Zij wonen in deze stad. En Eindhoven is voor het eerst sinds jaren gruwelijk. Ondergesneeuwd. Er ligt echt een flink pak sneeuw. En Boris die kan niet eens naar Tilburg na zijn universiteit om te gaan studeren. Want de trein rijden niet. Dat hebben we allemaal wel meegemaakt, natuurlijk. Dus hij gaat terug naar zijn kamer. En plotter zit daar ook. Want ook zijn colleges gaan niet door. En ze besteden de vrijdag een beetje afwachtend. Ze hebben niks te doen. Maar dat houdt ze natuurlijk niet tegen om s'avonds toch op stap te gaan. Ik bedoel, die kroegen die zijn wel open. Toen, toen, toen wel. Dit is geschreven voor de, voor de corona. Pandemie. Ook een reden om Wendigo te gaan lezen. Keer terug naar de tijd voor corona. Wie wil dat niet? Ik wel. Hoe dan ook, zij gaan op stap naar het Stratum's eind. Pjotter, de vriend van onze hoofdpersoon Boris, die is helemaal verliefd op een meisje Nina. En ja, Boris ziet het eigenlijk niet zo zitten. Weet je, wel? dat Maar Boris zit zelf liever in de bierprofessor. Gewoon lekker een biertje drinken. Maar ze moeten toch naar de discotheek achter dingen. Want daar wilde Nina graag naartoe. Maar zij belooft hem: ik ga voor jou een meisje proberen te regelen. En in het Lemke gebeurt dat dan ook. Hij komt Noelle tegen. En ze hebben samen best wel een toffe tijd. En ze gaan eerst in het Lemke en dan van kroeg naar kroeg. Je gaat de ene kroeg in, de andere kroeg uit. Er is straat om zijn, langs Het is de langste kroegstraat van Nederland. Er is genoeg te kiezen. En dat gaat allemaal eigenlijk wel prima. Totdat Boris op de toiletten een, een, een beetje onguur persoon tegenkomt. die hem maar al te graag uh, ja, wat pillen wil aansmieren. en Boris die bedankt daar vriendelijk voor: van ik heb er eigenlijk niet zo gruwelijk veel interesse in. En gaat lekker verder met zijn avond. Maar wel nadat hij tegen die er heeft gezegd: van gast, rot op man. Ik, uh, ik ga het toch weer barpersoneel zeggen. Ik, ik wil dit soort uh, flauwekul niet. Ik, uh, ik heb hier last van. En hij gaat verder, lekker met uh, novelle weet je wel. Dat uh, lekker een beetje kleffen en zo, superleuk. Totdat zij op een gegeven moment echt stevig ziek wordt. en, en naar buiten moet gaan en echt. Gruwelijk begint te kotsen. Dat is één ding. Dat kan als je veel hebt. Maar daarna komt er ook wat, wat bloed vrij. En het wordt toch wel, wel zorgelijk. En haar vriendinnen. die nemen er mee. naar richting Katharinakerk. in Eindhoven. aan het begin van de straat. Daar staan de ambulances. En er blijkt toch wel wat er mis te zijn. Ze voeren af. En Boris. die, ja, die blijft alleen achter. Zijn vriend Jotter. die is al lang pleiten. met, ze, met Nina bezig. En, en ja. Boris. die gaat maar gewoon in. in de underdog. een, een biertje drinken wachtend tot hij naar huis gaat. Dus wij weten eigenlijk niet zo goed wat hij, wat hij moet doen. En dan krijgt hij een, een appje van die meiden, de vriendinnen van Noelle, om, om te laten weten dat het toch goed is met haar. En ze vragen dan toch even, hé, hey, jullie hebben toch niet um, pillen of zo gebruikt? Uh, want want dat, dat lijkt toch wel een beetje naar systeem zitten. Ze lijken echt wel uh, stevig ziek te zijn. Iets wat gebeurt. En mensen die toch wel verschrikkelijk slechte zelfgebakken rotzooi binnenkrijgen. En hierop Weet Boris wat er aan de hand is. Hij denkt. Dit is die dealer. Die wilde mij terugpakken voor het verraad dat ik hem heb aangedaan, voordat ik hem probeerde te verklikken. En hij gaat het verhaal halen. Het is niet per se de meest logische handeling. Maar hij is boos vol adrenaline. Hij, hij, hij wil hem op zijn bek slaan of zo. Weet je. Hij is niet echt gewelddadig zo, maar ja, boos. We gaan ervoor. En hij gaat terug die straat in. Toch al een beetje op het einde van de avond. Het loopt allemaal langzaam een beetje leeg. En hij gaat tegen die stroom in op zoek naar die dealer die hij tegenkwam op de. Toiletten. En hij vindt, hem. hij confronteert hem, en die dealer die weet, die voelt dat er stond aan de knikkers en die rent weg, die, die peert hem. En ze rennen, en ze rennen ze gaan dwars over het stadhuisplein, wat naast zijn ligt, en ze rennen daar voorbij, de brug over het Anne Frank plantsoen, wat daarachter grenst. En daar rennen ze, en Boris rent, en die dealer rent door de sneeuw, door de ijs, de schad, het valt allemaal niet mee. Maar Boris die komt steeds dichterbij, en dan blijkt dat de mate. Van de dealer daar staan. En dat Boris zichzelf gruwelijk heeft vergist. Want wat wilde hij eigenlijk doen als hij nou die dealer te pakken kreeg? Hij, hij weet het eigenlijk niet zo goed. En nu staan er vier man voor hem, de dealer en zijn drie maten. En die zijn duidelijk nu klaar om hè, de situatie de andere kant op te draaien. Boris wil wegrennen, maar het lukt hem niet. En er wordt gruwelijk hard met hem afgerekend. Messen flitsen in de nacht en Boris wordt neergestoken. En de dealers laten hem voor dood achter, terwijl hij langzaam leegbloedt en zijn rode lichaamssappen, de witte sneeuw, eigenlijk volledig overnemen en doen smelten. En wanneer alles voor Boris lijkt te eindigen, verschijnt aan hem de Wendigo. En de Wendigo, die spreekt met Boris. En die heeft een plan voor hem. Een stukje uit Wendigo. Ik heb het klein beetje aangepast om spoilers te voorkomen. Maar die Wendigo ziet Boris en Boris ziet de Wendigo. De grijze irissen van de man omvatten bijna zijn hele zichtbare oogbal. In hun midden zaten twee zwarte strepen, pupillen zoals die van een geit. Onder de snor van de man staken twee lange hoektanden naar buiten. En Boris had gedacht dat de man een grote jas droeg. Maar nergens zag hij openingen, ritsen of knopen. De jas ging naadloos over in de nek van de vreemdeling en leek eerder vacht dan kleding. En aan de uiteinden van zijn handen zaten lange, scherpe nagels, zware zwart en glansden als messen van obsidiaan. Messen. Boris herinnerde zich nu pas weer waar hij was en wat er was gebeurd. Je lichaam is gehavend en grotendeels leeggebloed. Je staat voor de deur van de dood, sprak hij, de Wendigo. En Boris zag de zwerver nu voor zijn ware zelf. Van menselijkheid was geen spoor meer te bekennen. Hij lag in de palm van een monster, en een gewei als dat van een hert stak uit aan de zijkanten van zijn hoofd. Waarom ben ik nog niet door die deur gestapt? vroeg Boris zo zonder stem. Je brand nog met een vurige passie. Je wil wraak. En Boris voelt inderdaad die haat in het binnenste van zichzelf kloppen. En hij weet dat het wezen gelijk heeft. En ik ga het beest verder. Ik heb honger. En dan begint het verhaal. En de relatie tussen Boris en deze Wendigo. Die begint dan pas echt. En als je weet hoe het verder gaat. Dan zul je Wendigo moeten lezen. En hoe leest men Wendigo? Op de website van Godijn Publishing kun je Wendigo vinden. Voor 10,99 euro kun je hem bestellen. Deze roman. We hebben er kekke boekleggers bij. Als je dan toch bezig bent, weet je wel. En je, bent, je denkt: shit, verzendkosten, balen. Hey, je kan ook Wendigo erbij bestellen. Samen. Pieuw, toch weer goedkoper in de context van verzendkosten. Ik hoop dat ik je een beetje warm heb gemaakt voor Wendigo. Een verhaal over een besneeuwd en koud Eindhoven. waarin het heel erg bloederig en heel erg na gaat worden. Maar misschien niet alleen voor onze hoofdpersoon. Bedankt voor het luisteren. En als je het gelezen hebt. als je vragen hebt. als je iets wil weten. daar zijn de comments voor en ik beantwoord ze graag. En als je het gelezen hebt, laat me ook graag weten hoe, wat je ervan vond. Want ik ben heel nieuwsgierig naar je mening. Bedankt voor het kijken en tabé.